In Getest zullen wij Emma, Ziva, Jurre en Jamal wekelijks de bekendste seks- en drugsmythes testen. Hoe we dat doen? Door het zelf aan den lijve te ondervinden. Zijn de resultaten positief? Dan is het waar. Maar komt de mythe negatief uit de test? Dan is het gewoon een lulverhaal. En de mythe van deze week is... gay mannen hebben een gaydar. Hey guys. Welkom bij deze video. Like en abonneer. Het is echt super, super, super belangrijk. De toon is gezet. Ja. Welkom bij deze nieuwe video. We gaan het vandaag hebben over een welbesproken onderwerp. Ja, de gaydar. Ja. Hoe erg ik wel niet had gehoopt dat ik een gaydar had gehad. Picture this. Je loopt in de Kalverstraat van Amsterdam. Hoe handig is het dan om een gaydar te hebben? Ik kan niet te lang naar een jongen kijken, want ik ben gewoon bang dat ik een hoek in mijn gezicht krijg. Wat is dan precies een gaydar? Je kijkt en je hebt gelijk een soort van gut feeling van... he's my kind of man, you know? En heb je dat ook wel eens gehad? Ik denk dat bij sommige jongens... kan je het wel goed zien. Maar ik vind het wel echt, echt heel vaak lastig. Het is gewoon echt eng... om als gay jongen met een jongen te flirten. Omdat je gewoon niet weet of iemand gay is of niet. Hey, en ons excuses alvast. Want we gaan vandaag gewoon een potje heel smerig labelen, kaderen, uitsluiten. Want er zijn natuurlijk veel meer seksualiteiten dan alleen straight en gay. Ja, maar wij gaan als twee gay mannen vandaag kijken of wij andere gays kunnen herkennen met ons gaydar. Zo. Aan de speed! Nee. Nee, grapje. Nee. En heb jij nou een leuke mythe die je getest wil hebben? Laat het dan weten in de comments, want... ja, dan gaan wij dat gewoon weer doen. Ja, gaan we gewoon doen. Ja, dat is ons werk. Ik heb zeker wel eens van die mythe gehoord, maar zelf heb ik er niet zo hele goede ervaring mee. Ik denk namelijk bij iedere hetero man dat hij gay is en bij iedere gay guy dat hij hetero is. Ik denk eigenlijk dat iedereen wel een gay daar heeft op zich. Gay mannen, maar ook vrouwen en hetero mannen. En ja, bij ons hetero mannen bijvoorbeeld ook, hebben we ook door. Wie er hetero is en wie niet, meestal. Ik heb ook een gay vriend en hij beweert dat hij dat ook zelf heeft. Ik denk dat de mythe hebben gay mannen een gay daar waar is. Ja. Of ik denk dat de mythe waar is, gay mannen hebben een gay daar? Nee, dat denk ik niet. Ik weet niet of de mythe voor iedereen waar is. Want ik denk dat je ook dat bepaalde gay mannen ook helemaal geen inlevingsvermogen hebben en er helemaal niet op letten. Maar ik denk het overgrote deel heeft het al door. Ja, lieve geile kijkertjes. Welkom bij de grote Gay or Nay Show. In deze quiz van vandaag nemen 5 sprankelende mannen plaats op ons podium. En ja, je weet het, wij moeten raden of zij gay zijn of niet. Een gaydar houdt in dat je op basis van hoe iemand eruit ziet of hoe iemand zich gedraagt, jij weet of diegene homoseksueel is of niet. Wij zijn Team Gay. En een goed onderzoek is natuurlijk niet compleet zonder controlegroep. Daarom hebben wij ook Team Hetero. Mag ik een daverend applaus voor Sahil en Arda? Wie gaat er winnen? Dat wordt spannend. Want volgens de mythe zouden wij de beste gaydar moeten hebben. Bring in the man! Ik vind het nu al zo moeilijk. Ja. Oké, okay, wat is je naam, je leeftijd en je lievelingsdier? Mijn naam is Mitchell, ik ben 27 jaar en mijn lievelingsdier is een hond. Hij is gewoon een zachte Mijn guy. Instinct zegt gay, man. Ik denk wel echt hetero. Ja? Ja. We doen het. Oké, dan doen we hetero. Hetero? Ja. Oké, okay, ons antwoord is hetero. Klopt niet. Je bent gay? Ja. Yes. Godverdomme, je hebt gelijk. Dit was pas de eerste. Ja. Fuck. Dus die hebben we goed. Thanks, man. Dankjewel. Volgende. Oké, volgende. Een gaydar werkt als volgt. We hebben eigenlijk vanaf jongs af aan geleerd dat de wereld in 2 hokjes te verdelen is, namelijk mannen en vrouwen. En op het moment dat wij iemand zien, bijvoorbeeld een man die vrouwelijke trekjes heeft, en dan bedoel ik wat wij als maatschappij hebben bestempeld als vrouwelijk, dan zorgt dat voor een soort kortsluiting in je hoofd en dan denk je, dan moet hij wel gay zijn. Ik ben Yuri, 28 jaar en mijn lievelingsdier is de hond van mijn beste vriend, Moos. Wat is je gut feeling? Ik denk gay. Hij ziet er goed uit, dus ik denk ook gay. Ik zeg hetero, man. Weet je wat het is? Kijk, ik zeg toch gay. Die fishnet white beater. Ja, maar ik zeg toch alternatief. Hij ziet er echt goed uit. Over gay? Ik denk dat hetero mannen dat nog niet durven. Denk ik. Ja, gaan we voor gay? Ja, ik zeg voor gay. We gaan voor jou deze keer. Cool. Ja? Wij zeggen gay. Nee!
Bro, ik zei het toch! Oh, maar bedankt voor het compliment. Oh, die steek ik wel in mijn zak hoor. Mooi, oh, je ziet er zo goed uit. Ja. Oh, snackie, hè? Ja, echt een snackie. Nou, opdonderen. Volgende. Carlo, je hebt gelijk. Oh, ik zei het toch. Zodra, weet je wat het is? Hij zag er zo uit, maar hij zei, yo, ik ben Yuri. Oké, maar nu laten we ons niet meer tricken. Nee. Wij moeten zelf ook gewoon al die vooroordelen weghalen. Vooroordelen gewoon eruit gooien. Ja, en gewoon luisteren naar je lul. Ja. Next. Listen to your dick. Wat is je naam, je leeftijd en je lievelingsdier? Mijn naam is Evan, leeftijd 21 en mijn lievelingsdier is een olifant. Ik vind het zo moeilijk. Dit is de guy gewoon, zeg maar, die naast je woont, waar je mee voetbalt. Oké, okay, zullen we voor gay gaan? Ja? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk ik ben er wel zeker van. Oké, okay, ja, dan doen we dit. Ik denk gay, maar is goed. Bro, net had je het ook fout. Wij denken gay. Klopt helemaal. Yeah! Thank the Lord. Ik wist het! Oké, dit is de eerste die we goed hebben. Oh yes, we hebben er één goed. Mensen willen graag andere mensen labelen omdat het de wereld overzichtelijk maakt. Maar dat hele hokjesdenken, dat is niet meer van deze tijd. En gelukkig zien we ook dat mensen dat een beetje loslaten. En dat ze gewoon zijn wie ze willen zijn. En verliefd worden op wie ze willen. Joris, ik ben 22 en mijn lievelingsdier is een chimpansee. Ik wil gewoon heel graag dat hij gay is. Cool, deze guy kon gewoon bij mij in het hockeyteam zitten. Ik zeg sowieso hetero. En daarom denk ik dat hij hetero is. Want jongens die ik echt heel leuk vind, zijn hetero. Ik denk echt dat ik zeker weet dat dit hetero is. Ja, je hebt gelijk. Hetero? Onze keuze is dat hetero. Jij hetero bent. Dat is goed. Oh, zie je, ja! Yes! Ja! Misschien kan jij daar jou gay daar wel op afstellen, zeg maar. Elke keer als je iemand leuk vindt. Als ik iemand echt heel leuk vind. He's straight. Dan is die dus nu klopte mijn gaydar. Nu is de laatste. De vijfde. Ja. Dus we hebben nu 2 goed, 2 fout. Dus deze gaat het eigenlijk bepalen of ja, wij het hebben. Ja. Oké, kom maar door. Van jou hoop ik ook dat je gay bent. Mijn naam is Bram. Ik ben 20 en mijn lievelingsdier is een panda. Ik ben gay. Ik weet niet, die vibe krijg ik gewoon. Ja, ik denk hetero. Dat zijn we nooit eens. Ik vind jou ook heel leuk. Dus dat is dan dus meestal dat je hetero bent. Maar dat zou dan dus een instinker nu kunnen zijn. Oh, wacht. De oorbel zit aan de linkerkant. Is bij mij ook. Als hij rechts zit, dan ben ik. Hey, dit is echt wat ik on the streets heb geleerd. Maar dat is mijn enige referentiekader. Dit is de laatste, hè? Als het niet fout. Ik denk wel echt dat hij hetero is. Als jij hem leuk vindt, dan is hij waarschijnlijk hetero. Ja, zullen we dan voor hetero gaan? Oké, okay, we gaan voor hetero. Ja? Oké, okay, hetero. Ja, hetero. Wij denken dat jij hetero bent. Ja, jullie hadden het sowieso fout gehad. Je bent bi. Ik ben bi. Ja, dit maar joh, dit is een instinker, man. Er zijn 2 borden! Er zijn maar 2 borden! Nou, chill. Oké, okay, ja, thanks. Hartstikke bedankt. Oh, ik vond het echt heel moeilijk. Ja, het was veel moeilijker toch dan ik dacht, ja. Ja, je kan het gewoon echt niet zien, denk ik. Ik dacht wel van, ik krijg wel een soort feeling of ik zie het wel ergens aan of zo. Maar ik ben wel heel benieuwd eigenlijk hoe jullie het thuis hebben gedaan, toch? En hoeveel jij dan goed hebt. Ja. Maar als wij er al zoveel moeite mee hadden, dan kunnen Sahil en Arda dit niet beter hebben gedaan. Ja, ik weet het niet. We hebben natuurlijk wel meer ervaring in het veld. We gaan het zien. Wat een achtbaan was dit. Ja, dit was niet makkelijk. We hebben er maar 2 goed. Maar het is ook gewoon moeilijk, want waar ga je dat nou aan herkennen? Ik vond het ook gewoon een beetje lullig om te doen. Het is dus niet zo zwart-wit. Nee. Zeg maar, je kan dus niet gewoon zeggen aan kleding of iemand gay is of straight, of aan lichaamstaal of aan een lievelingsdier van iemand. Gewoon, ik werd er te onzeker van dat ik dacht, oh, ik wil jou niet in een verkeerd hokje stoppen. Ja, en daardoor raakte ik ook gewoon van slag. Hoe zou ons hetero-team het hebben gedaan? Ja, want wij hadden er dus 2 goed. Oké, de magische envelop. De magic envelope. Van ons hetero-team. Sahil en Arda, 2 goed. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Holy fuck. Dit is het bewijs. Ja. Het eeuwige bewijs. De mythe, gay mannen hebben een gaydar, is dus officieel negatief getest. Dus vraag het nooit meer aan ons of wij dat hebben. De mythe, gay mannen hebben een gaydar, is bij deze negatief getest. We hebben nu 4 mythes negatief en 1 mythe positief getest. Welke mythe zou jij nog eens willen zien? Laat het weten in de comments en tot volgende week.